De griffiers bij de rechterlijke macht zijn in beraad. Ze zijn ontevreden over rechtspositionele aangelegenheden en willen vooral een loonsverhoging. De Vereniging van Griffiers en de Bond van Griffiepersoneel hebben vandaag daarom een petitie ingediend bij het kabinet van de vicepresident. Bondsecretaris van het personeel bij de rechterlijke macht, Jennel Saandam, zegt dat de leden niet werken totdat er een antwoord van de president komt. Totale werk neerleggen. Voor onbepaalde tijd. Voor onbepaalde tijd. We willen een positieve reactie. We zijn ook al moe. We gaan dood. We willen echt een oplossing hebben. Bij ons, bij de griffiepersoneel, is het om en bij 60 man, denk ik. 60 man? Ja. Met straf en civiele hof samen natuurlijk. Hè. Alle RC en RC, ja. Ja, we zijn in alle rust. Ja, we zijn geen op jutkraaiers en zo. We doen alles rustig aan. We nemen onze tijd. En net als de regering hun tijd neemt, nemen we ook onze tijd. We hebben geen haast. Toch? Maar we willen wel dat er een oplossing komt. Dat is het enige dat we echt willen. We zijn echt moe. Heel veel. Want wij maken alle beschikkingen, we maken alle, vooral voor civiel, heeft het heel veel effect. Bij straf misschien wat minder, maar civiel sowieso. Heel veel effect. Het effect van de staking gaat zo ver dat bevelen van rechters niet kunnen worden uitgevoerd en het papierwerk hiervoor uitblijft. Het gaat om zowel civiele als strafzaken die nu stremming zullen ondervinden door de actie. Penningmeester van de Vereniging van Griffiers, Angela Greens, zegt dat er voor eind van de maand schot in de zaak moet komen. Immers zijn onze toelagen SRD 40 en SRD 15 sinds 1998 tot op heden niet meer aangepast. In tegenstelling tot die van de rechters. De leden van het Openbaar Ministerie en de overige ambtenaren van diverse ministeries. Voormelde toelagen zijn dus 21 jaren lang niet aangepast. Het werk van de griffiers en de offers die zij daarbij tot in de late uren brengen, kunnen niet vergeleken worden met het werk van een bureauambtenaar. De griffiers zijn daarom zeer ontstemd over de stiefmoederlijke behandeling die zij krijgen, terwijl van hen wordt vereist dat zij academisch geschoold moeten zijn, die alle tijden beschikbaar moeten zijn voor de dienst. Deze toelagen en de secundaire voorzieningen zijn reeds lang niet meer in lijn met het werk dat dagelijks verzet wordt. De ALV stelt zich voort op het standpunt dat de toelagen moeten worden toegekend aan de griffiers en wel met terugwerkende kracht tot januari 2021. Graham zegt dat er enkele onderhandelingspogingen zijn geweest met de minister van Justitie en Politie, het clusterteam van ministers en de president van het Hof van Justitie. Deze pogingen hebben geen gewenst resultaat opgeleverd, waardoor de vereniging en de bond genoodzaakt waren om verdere stappen te ondernemen en vandaag dus een petitie hebben ingediend bij het kabinet van de president.